There is a common saying, educate a man, you educate a nation. If I acquire quality education from here, which I'm enduring, I will return to my country and contribute to the human resource development of my country. It worth doing because it's going to save a nation, not just an individual like me. It's going to improve the entire country. I have a family, I have a kid. And everything I do, I look up to the well-being of my child. So I'm quite convinced that improving myself here will directly and indirectly improve the status or the social mobility of my family. My name is Emmanuel T. Reeves. I'm from Liberia. Terug in Liberia, vorig jaar opnieuw, voor het eerst, was ik getroffen door de ambitie van de jonge mensen. De straat leeft, op de universiteit bruist het weer. En het is heel erg geweest wat daar in de afgelopen jaren is gepasseerd. Het niveau van de docenten verdient veel meer aandacht. En de te grote loopklassen, de grote collegezalen vol met studenten, soms buitenzittend, daar moet aan gewerkt worden om de kwaliteit te verbeteren. U begrijpt dat wij ons graag inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in Liberia. Maar één ding is zeker, u maakt het verschil met uw bijdrage. Hoe groot, hoe klein dan ook, alles helpt. Dank u wel.